Goedemorgen. Ik wilde even iets aan jullie kwijt. Ik hoor wel eens het argument van wild plukken, hè, wat ik ook af en toe doe met een groep, dat dus eigenlijk betekent dat we de natuur gaan leegroven. Maar dat is juist niet de bedoeling, want de natuur moeten we heel zuinig op zijn. Dat vind ik ook. Dus het is zeker niet het idee van wild plukken dat je het bos in gaat en alles wegrooft. En dat willen we dus niet. Daarom laat ik juist zien wat je allemaal in je eigen tuin kunt vinden. Kijk, ik sta hier in mijn eigen tuin. Ik heb hier bijvoorbeeld een geranium. Geranium kan je de bloemen van gebruiken. En dit is de fuchsia. Ik zal even laten zien. Kijk, er hangen allemaal bloemen aan. Die zijn echt heerlijk om te eten. Gewoon fuchsia. En nog een hele bekende. Nee, die heb je misschien ook wel in je tuin. Dat is de campanula. Kijk, deze bloempjes kan je gewoon in je mond steken. En die hebben een beetje radijsachtige smaak. He, dus je kunt uit de natuur natuurlijk wilde planten oogsten. He, maar misschien staan er wel onkruiden in jouw tuin die ook nog eens heel lekker en gezond zijn. He, dus ja, zou je meer willen weten? He, en echt ontdekken, ja, welke planten in jouw tuin eetbaar zijn. He, en misschien wel lastige planten die je beter kunt opeten dan eindeloos wieden. Nou, dan zou ik zeggen, doe een keer mee. Op 4 juli gaan we weer op safari in de tuin. En zal je ontdekken dat er heel veel planten zijn die best eetbaar zijn. En ook nog eens heel lekker. En gezond. Dus ik zet hieronder wel even een linkje. Dus als je mee wilt doen, vind ik hartstikke leuk. En dan ontdek je heel veel wat eetbaar is.